Manon, Havenkamp. Ik heb samen met mijn broer en vader leiding bij de Havenkampgroep. Sesam is een kort onderdeel van de Havenkampgroep. Samen wij hebben zo'n 100 man aan personeel elke dag aan te sturen. Wij zijn van, je kunt ons kennen van de glasbewassing, schoonmaak, afvalcontainers. We hebben asbestsaneerders, we hebben van alles. Zo. Dus we zijn heel druk in allerlei soorten onderhoud. Mijn vader is ooit begonnen, 16-jarig glazenwasser in zijn eentje. Nou, toen mocht ik met 18 op papier. Dat is inmiddels bijna 50 jaar geleden. En dat is continu uitgegroeid. Ja. Nou ja, met de schoonmaak, glasbewassing, dat was allemaal nog een beetje in dezelfde lijn. Op een gegeven moment had hij heel veel afval met zijn schoonmaakprojecten. Hij heeft zelf een vrachtwagen gekocht, zelf een container. Voor ons eigen ging dat uitrollen. Ik kwam steeds met klanten, wil je dat voor ons doen? Wil je dat voor ons doen? Het werd steeds groter. Ja, eigenlijk is alles wat we doen in lijn. Alles past erbij. Voor een grote klant zouden we al onze werkzaamheden kunnen combineren. Dus het lijkt heel veel, maar het is best logisch. Wij hebben natuurlijk Sesam overgenomen vorig jaar. De haven, de aanrijroute, nou, Porf, Twente, daar hoort toch ook wel de haven bij. Wij zijn nog echt zoekende van, oké, wat kunnen we hier nou het beste gaan ontwikkelen? Optimalisatie, maar ook misschien wel andere kansen. Wij leveren containers met zand. En de combi van zand en grind, wat Sesam natuurlijk al jarenlang in de verkoop heeft, was voor ons heel gunstig. Het stukje op- en overslag en de aanlegkades, dat is allemaal nieuw voor ons. En daarvan zijn we heel erg op zoek van, oké, wat kunnen we daar nou mee doen? Nou ja, en goed, dan is een club waar alle partners de buren zijn en die al jarenlang ervaring hebben, natuurlijk nooit verkeerd. Meer bedrijven denken in de mogelijkheden om over water te vervoeren. Alleen hoe we dat nou echt gaan vormgeven, daar gaan wij nu echt, zijn we in aan het ontdekken. Ja, zeg, een nieuw wiel opnieuw uitvinden vind ik zonde. Ja, als je een goed idee hebt of als we kunnen samenwerken, ga in gesprek. Er moet vast meer kunnen. Er zijn vast bedrijven die daar belang hebben. Er zijn vast, ja, ook als op- en overslag, maar ook transport weer naar de binnenstad zitten we vlakbij. Als Havenkamp zijn, werken wij al heel veel samen. Wij zijn natuurlijk al hier in de regio, werken wij voor alle woningcorporaties, particuliere bedrijven. We hebben al een heel groot netwerk. Op water nog niet, als ik het zo samenvat. En daar willen we gewoon aan werken. We lopen hier toch in het eind van de haven. Waarom zouden we niet samen wat doen? In plaats van het wiel opnieuw uitvinden. Wij zijn vooral van oké, gewoon aanpakken, zien we een kans, grijpen. Wij zijn juist heel fanatiek, het moet snel goed. En het moet netjes uitzien bijvoorbeeld. Dus daarom zijn we hier de kader vooral aan het opknappen. Hoe kunnen we het nou ook echt laten zien? Omdat je gewoon heel fanatiek bent, trek je dat ook aan. Je trekt ook fanatieke mensen aan. En je wil ook gewoon vol gas en je wil ook gewoon kijk wat er kan. Ja, voordelen van deze locaties, we hebben een hele lange aanlegkade, 110 meter. We hebben een weegbrug voor 70 tons, waar we de vrachtwagens mee kunnen laden, lossen. Gebruiken wij zelf voor onze afvalcontainers al met zand en grind. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel opties voor andere bedrijven. We hebben op- en overslag, we doen heel veel met veevoer op dit moment, sojabonen bijvoorbeeld. Maar er zijn vast meer opties, er zijn vast andere bedrijven, is er vlakbij de binnenstad, dat kan vast heel veel hier. Kom vooral koffie drinken en meepraten.